Take 2. Mijn naam is Kenneth. Ik loop hier stage bij Deliveroo op de operations afdeling. Mijn naam is Riet. Ik loop hier stage bij de marketing afdeling. Ik heb een paar leuke projecten. Ik ben Giovanni en ik ben special product intern. Wat mijn stage heel erg leuk maakt. De mensen meestal. En de leuke projecten, die je kan gewoon van alles doen. Sky's the limit. Je krijgt gewoon mega veel vrijheid. Je wordt gewoon door iedereen gelijk goed opgenomen in het bedrijf. En eigenlijk vanaf dag 1 voelde ik me gewoon geen stagiair meer, maar gewoon echt iemand die gewoon fulltime in het bedrijf werkte. En ik kreeg gewoon heel veel verantwoordelijkheden. Ja, ik begon in een ander team dan waar ik uiteindelijk geëindigd ben met mijn stage. Maar dat is eigenlijk ook wel het mooie eraan, dat ik dus ergens begon en dat we toen zagen van goh, dit past eigenlijk veel beter bij mij. Ik werd echt met open armen ontvangen. Ik kreeg meteen wel na de eerste week, kreeg ik daarna wel meteen serieuze taken. Maar om dat te doen moet je er wel zelf achteraan gaan. Dat komt niet aangeweid. Ik denk echt de toegankelijkheid, samenhorigheid en dat je er meteen bij past. Leuke mensen, veel energie. Wat ik mooi vind is dat er gewoon heel veel plezier wordt gemaakt met elkaar, maar tegelijkertijd ook wel gewoon echt keihard gewerkt wordt, weet je wel. En als het nodig is, wordt het gewoon echt geramd. De lunch is top. Ja, dus als je van eten houdt, kom werken bij Deliveroo. Sorry. Dus er zijn er nog meer vragen. Het gaafste wat ik buiten mijn werkzaamheden heb gedaan, dat zijn toch wel de activiteiten die je doet met het hele bedrijf. Toen met ons eenjarig bestaan, toen zijn we natuurlijk gaan varen. Dat was echt heel erg leuk. Maar ook zijn we naar Londen geweest, naar het kerstfeest. Ja, die uitjes zijn wel top altijd, inderdaad. Ja. Uitjes zijn niet normaal. Lekker eten, goed bezorgd. Lekker eten. Goed bezorgd.